Ik ben Joram Raukes en ik woon in Groningen. Ik ben 30 jaar en ik ben beeldend kunstenaar van beroep. Voor veel mensen is het werk van Joram Raukes misschien nog onbekend, maar in de kunstwereld timmert de starter hard aan de weg. Zo hangt zijn werk in Londen, Kopenhagen, New York en Hongkong. Raukes begon zijn carrière als graffiti-spuiter en dat is nog te zien in zijn huidige stijl. Ik omschrijf mijn werk denk ik als heel energiek en redelijk intens. En die energie van die graffiti zit er denk ik nog heel erg in. En dat maakt het visueel wel intens, denk ik. En dat je heel snel de aandacht van de kijker daarmee hebt. Op dit moment legt de kunstenaar de laatste hand aan de werken die naar een expositie gaan in Los Angeles. Daarna moet hij nog hard aan de bak. Ook in China en Denemarken mag hij exposeren. Omdat tijdens de huidige tentoonstelling in Londen veel van zijn werk is verkocht, zijn de schilderijen bijna op. Voor de komende expositie in LA heb ik alles wel klaar, bijna klaar. Voor juli moet ik nog aan het werk. En voor wat kleine projecten tussendoor moet ik ook nog wel wat nieuw werk maken. Ja, vooral Kopenhagen, omdat het een solo-expositie is, wordt toch wel een beste kluif. Maar het is allemaal net te behappen nog wel. Dus. Zijn carrière is in een stroomversnelling geraakt. Concrete plannen heeft Raukes niet, maar als het aan hem ligt, gaat hij over een paar jaar, net als destijds bij graffiti, in het groot schilderen. Op de lange termijn wil ik graag wel echt heel, heel groot gaan werken ook. En dat is misschien weer een beetje die graffiti mentaliteit. Dat ik gewoon meters wil maken en gewoon werken van 8 meter breed of zo.